Hallo allemaal, ik ben Nancy Horsten van In The Pocket, webwinkel www.inthepocketdesign.nl en ik ga meteen even verder. Ik heb deze, ik pak hem er even bij, 12x12 inch layout afgerond. Sinterklaas layout, intocht van Sinterklaas. En dat is dus één video, dus vandaar dat ik eventjes voor jullie opnieuw begin. Maar voor mezelf ga ik meteen even verder. Deze had ik trouwens wel, heb ik wel in meerdere delen gemaakt, of eigenlijk in twee delen. Want ik liep wel een beetje vast met... ik liep niet echt vast, maar ik was wel erg zoekende om weer een 12x12 inch layout te maken. Dat moest ik wel even aan wennen, want ik heb eigenlijk een hele tijd kleinere layouts gemaakt. En de laatste tijd dus 6x8, dat is natuurlijk helemaal klein. Maar ook op 10x10 heb ik gemaakt, zeg ik dat goed? Nee, 8x8 was dat. En op 9x12, maar daar heb ik ook niet echt zulke layouts gemaakt. In ieder geval vaak is het zo, als je dit zo, dat middenstukje zo hebt, dan normaal gesproken, dan ben ik voor mijn gevoel al wel klaar. En nu miste ik nog wel van alles eromheen of zo. En ik moet eerlijk bekennen dat toen ik ermee klaar was, ik ook nog niet helemaal tevreden was. Maar daarom had ik hem ook even laten liggen. En de laatste stap was eigenlijk alleen maar dat ik nog eventjes die de Heidi Swap Color Shine de gouden dots heb toegevoegd. En die worten, die stempeltjes met die worten. Nou, ik was even afgeleid, want mijn man kwam binnen. Maar in ieder geval de dots en die woordstempeltjes die ik met een roller date stamp heb gemaakt. Nee, een roller word stamp dan, een roller phrase stamp. ik kom niet helemaal uit mijn woorden, dus laat ik maar gewoon weer verder gaan met mijn pocket page layout. Dit is in ieder geval de 12x12 inch layout en ik wil dus even nog laten zien aan jullie dat deze twee dus zo langs elkaar gaan komen. En om me heen zie je nog alle rommel liggen van wat achter is gebleven van het maken van deze layout. Waar ik trouwens, want dan ging ik volgens mij net met mijn punt naartoe waar ik een beetje kwijt was geraakt, dat ik uiteindelijk wel content ben met de layout, maar ik moet wel weer even wennen aan het formaat. Maar goed, dat komt wel weer. Alle rommel die dus nog om me heen ligt, rommel is het niet, maar het zijn alle producten die ik zojuist heb gebruikt in mijn 12x12 inch layout, die ga ik ook gewoon hier weer in gebruiken. Dus dan weet ik in ieder geval zeker als ik dezelfde dingen terug laat komen, dat het uiteindelijk ook bij elkaar gaat matchen en zo. Dus ik ga hiermee verder en dan ga ik jullie weer eventjes lekker versnellen, maal 4. En ga ik daarna weer vertellen met een voice-over wat ik allemaal aan het doen ben. Doei! Oké, en we gaan beginnen. Er is wel iets misgegaan met het opnemen van deze video, kwam ik achter. Vrij laat eigenlijk, maar zoals je ziet zijn de bovenste 4 foto's, kaartjes, zeg maar, al gemaakt. Dus ik heb een deel van de video gemist. Of heeft hij niet opgenomen? En ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe dat komt. Want ik had het idee dat het wel gewoon aan het opnemen was. Maar goed, om daar even iets over te vertellen. Die linkerfoto, dat is een collage. Die maak ik altijd in de app PicFrame. Daar kun je heel makkelijk collages maken. Dus daar heb ik deze gemaakt. Of ik maak ook wel collages in de Project Life app. Alleen dan kun je volgens mij niet deze op 3x4 maken. En dat kan dan weer een PicFrame wel. Dus daar wissel ik dan een beetje in af. Dus gewoon een collage van 4 foto's. En daar heb ik een kleine zo'n journaling rondje bij geplakt. En dat was het volgens mij wel daar. Dat andere kaartje, daar kom ik straks nog even op terug. Dat witte gedrukte Sinterklaas kaartje. Dat is een freebie van mezelf die ook op Pinterest staat. Maar daar heb ik nog wat dingen aan gewijzigd. Maar daar kom ik straks even op terug. En die twee foto's daarboven, dat is één gesneden kaartje van 4x6. Dat is dat rode papier wat je ook meer terug ziet komen. En ik had dus twee foto's. Eentje was op 3x4 inch. Nee, 3 foto's. En die andere twee waren iets kleiner. En daar heb ik een soort van collage van gemaakt. Dus ik heb die 3x4 inch ook iets kleiner gemaakt. Collage gemaakt en dan ook wat stickertjes en zo toegevoegd. En dan ben ik dus verder met dit kaartje aan het gaan. Ik wil dat stafje graag gebruiken en ik vond hem wel leuk om hem in deze layout toe te voegen. En die Wie zoet is krijgt lekker stickers, een sticker, die zat ook in het Sinterklaas zakje van in de box, in de Monthly Favorites box. En dat stafje wil ik dus bij, maar die heb ik dat nou al gedaan. Ik smeer, dat is dus hier, daarom doe ik ook mijn duimpje omlaag. Ik smeer de lijm in eerste instantie aan de verkeerde kant van het stafje, want ik wil dat het krulletje zeg maar naar binnen toe gaat. Dat vond ik logischer op het kaartje.
En ik had de lijm aan de verkeerde kant zitten in eerste instantie. Maar goed, dat is inmiddels opgelost. En verder heb ik op dit kaartje had ik gewoon een stukje zwart papier en een stukje van die Sinterklaas washi tape. En heb ik op die manier gewoon een fillerkaartje gemaakt. En hier zit op deze collage zit ook wat van die washi tape en wat woordstickertjes. En ik voeg daar nog even zo'n puffy hartje aan toe. En dan ga ik doen? Oh ja, ik wilde daar toch eventjes de datum bij hebben. Ik ben niet van plan, ik heb wel eens met memory keeping projecten gehad dat ik echt iedere foto wilde dateren. Of een datum bij wilde zetten en dat ik echt heel duidelijk ook op volgorde werkte van datum. Dat merk ik dat ik dat eigenlijk steeds minder begin te doen. En soms vergeet ik daardoor juist om helemaal überhaupt een datum ergens toe te voegen. Dus hier en daar probeer ik het dan wel te doen, zodat het in ieder geval in de verhaallijn zeg maar wel duidelijk is ja, waar we ongeveer zitten in de maand. Nou, van dit kaartje hebben we nou weer een stuk gemist of... Ligt dat aan mij of had ik die foto's al vastgeplakt? Ik weet het eigenlijk even niet, maar voor mijn gevoel hebben we weer een stukje gemist. Maar ik was aan het kletsen, dus ik had het even niet in de gaten. In ieder geval, hier zitten ook twee foto's op dat kleine 3x4 kaartje. Dus daar maak ik een soort van collage van. En ik vind het dan ook leuk als juist ook een deel van de foto of foto's een beetje over het randje vallen. Zodat je ook wat weg kunt knippen en nou ja, in ieder geval wat journaling en zo toe te voegen. Het wordt wel een vrij drukke pocket page layout. Ik moet zeggen dat mijn pocket page stijl voorheen eigenlijk altijd al een stukje rustiger was. Ik had dan ook vaker volgens mij full pocket kaartjes. Dus dat ik gewoon kaartjes had op 3x4 inch en die deed ik dan in de pocket. En daar deed ik dan vervolgens weer misschien wel een stickertje bij plakken of zo. Maar nu heb ik heel veel kleinere foto's, omdat ik natuurlijk ook heel veel foto's had. En nou ja, dan wordt het wel iets drukker. Maar ik vind het op zich wel leuk geworden. Het is wel echt een leuke Sinterklaas layout geworden, vind ik. Hier plak ik een doily. Het is gewoon een simpele witte doily. En die gebruik ik om dit kaartje nog een beetje op te fleuren. En ook om een beetje meer wit terug te laten komen. Ik heb trouwens volgens mij hier in de intro van dit filmpje verteld dat deze pocketpage naast die 12x12 layout komt van Sinterklaas. Maar dat is niet helemaal waar, want ik heb ook een insert. En dat is een pocketpage van, moet ik het goed zeggen, ik denk 9x12 of zo. Ja, ik denk 9x12. Dus design G van Project Life. Maar ja, dat ga je nog wel zien, want ik ga daar geen procesvideo van maken. Want ik wil natuurlijk ook wel bijblijven met mijn album. En ik vind het heel leuk om voor jullie alles op te nemen. Maar ja, dat kost me natuurlijk ook wel veel meer tijd, omdat ik dan ook de video moet editen en zo. Dus ik ga in ieder geval van iedere week één pocketpage en één layout gewoon ook voor jullie een procesvideo maken. Van iedere weekperiode, zeg maar, die ik vastleg. Ik wil niet zeggen dat er dan per se iedere week ook een video komt, maar dat probeer ik wel natuurlijk. Maar alles wat ik dan daarnaast nog doe, als ik inserts moet gebruiken, en hier was dat het geval, want met Sinterklaas heb ik natuurlijk heel veel foto's gemaakt, en we hadden ook echt veel Sinterklaas activiteiten, dus ik had hier echt wel een insert nodig, dan maak ik daar in ieder geval wel goed foto's van, zodat jullie wel kunnen zien hoe dat het eruit ziet, en aan het einde van dit album, of misschien aan het einde van de maand of zo, zal ik ook nog wel een flip-through doen, zodat jullie ook kunnen zien hoe dat het dan in zijn totaliteit eruit ziet. Maar goed, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat deze pagina dus niet helemaal naast die 12x12 layout komt. Want er zit die insert ook nog tussen. Maar je ziet wel een stukje van die 12x12 layout. Maar goed, dat gaat dan ook nog wel duidelijk worden in de flip-through. Nou, dit kaartje heb ik ook gewoon verder een beetje gedecoreerd met die washi tape en zo. Ik probeer zoveel mogelijk ook wel echt die washi tape te gebruiken. En ook echt met Sinterklaas dingetjes. Want dat kan natuurlijk alleen maar in deze spreads. Hier komt ook weer de washi tape in. En ik zet hier ook weer een randje omheen. Ik heb volgens mij wel, was dat op deze pagina? Oh nee, deze niet. Op die insert waar ik op dit moment dus mee bezig ben. Daar heb ik wel bij ieder kaartje en hier ook al wel bijna in deze layout. Dat ik er een randje omheen trek. Dus of een randje met stitch lijntje zeg maar. Of een doodly border. Heel verschillend wel. Nou, eigenlijk ook niet heel verschillend. Die twee dingen is het over het algemeen. Maar ik merk dat ik bijna niet meer dat niet kan doen. Terwijl ik wel probeer het bewust af te wisselen. Dat ik niet per se op ieder kaartje een randje maak. Zoals ik dus nu aan het doen ben. Maar ik merk dat ik dat steeds moeilijker begin te vinden.
Want op een gegeven moment mis je gewoon iets als je dat niet meer doet of zo. Maar juist bij Pocket Pages zou ik eigenlijk juist niet overal willen doen. Ja, ook juist om een beetje het speels te houden of zo. Maar goed, volg je gevoel. Hè? Nou, dat kaartje is ook weer af. Die heb ik vrij simpel gelaten. Die ene met die journaling, dat vond ik dan zo eigenlijk ook wel prima. En dan ga ik verder met het kaartje linksonder. Volgens mij, of ben ik nou nog een woordje aan het zoeken voor op dat kaartje? Moet ik even kijken hoor, wat ik precies aan het doen ben. Dit is mijn printable. Sinterklaas printable. Oh nee, er nog wel daar een woordstripje onder. Ze hadden daar een schoentje gezet. Dit is eigenlijk de allereerste Sinterklaas. Zijn de allereerste Sinterklaasfoto's van de intocht. En ze hadden hun schoentje gezet. Dus dan vond ik die. Volgens mij staat daar ook om er eens kijken. Of in ieder geval zo'n liedje. Wat ook past bij schoentje zetten. Dat heb ik dan daar. Jullie zien dat waarschijnlijk wel. Maar ik kan dat als ik inspreek niet goed zien. Want dan is mijn videootje best ver uitgezoomd, zeg maar. Ik was dus nog helemaal niet klaar met het kaartje. Ik doe er nog zo'n sterretje bij. Want die wilde ik natuurlijk op meerdere plaatsen terug laten komen. En nog twee van die eenie mini hartjes. Sterretjes. Wat zijn dit? De hartjes, denk ik. Ik heb die ook in de sterretjes. die zijn echt mini. Dus die zijn best wel lastig om dan op de juiste plek en in de juiste positie op te plakken. Dat zag je ook wel even mee stoeien. Maar het is toch wel leuk om zo ja, nog even iets kleins toe te voegen. Dan ga ik dus zo te zien verder met dit zakje. Dat is het zakje wat ook in de Monthly Favorites box zat. Dat was dus het Sinterklaas zakje waar alle Sinterklaas embellishments in zaten. En daar ga ik een aantal van die huisjes en een boompje en een maantje en zo van uitknippen. Om daar vervolgens het 4x6 kaartje daaronder mee verder aan te kleden. Ik moet zeggen dat dat wel een heel leuk resultaat geeft. En op die manier gebruik je het zakje ook. Je kunt hem natuurlijk ook gewoon snijden in 4x6, 3x4 en dan als volledig kaartje gewoon gebruiken. Moet je wel nog even ergens opplakken, want het is natuurlijk zelf wel heel dun. Maar ja, op deze manier kun je er ook iets leuks van maken. Dus ben ik eigenlijk ook wel vrij snel ja, tevreden over van hoe ik dat dan wil en welke huisjes. Dus dan ga ik ze vastzetten. Ik denk dat het daarom ook wel een beetje drukker is, maar juist ook wel leuk dat ik in deze spread iets meer, toch wel minder foto's, omdat ik natuurlijk ook die insert heb gebruikt. Terwijl ik in heel veel spreads ook wel altijd, als ik dan die full pocket foto's heb, en er zit in ieder vak een foto bijna, dan is er eigenlijk ook geen ruimte voor om echt nog zelf kaartjes helemaal zoals deze te maken. Want daar zitten dan overal foto's natuurlijk. Ja, dat maakt het wel, dan ben je natuurlijk wel sneller klaar. En dan is het ook iets minder druk, denk ik. Maar ik vind het ook wel weer heel leuk dat ik dus echt helemaal kaartjes eigenlijk van niks tot iets heb gemaakt. Ik baal er alleen wel heel erg van, op de een of andere manier heb ik het maantje gewoon scheef geplakt. En dat moet natuurlijk niet, hij moet recht, voor mijn gevoel. Dus terwijl ik deze video aan het editen was, toen was ik ook, dacht ik, dat kan niet zo blijven zitten. Heb ik nog geprobeerd om het maantje te schuiven, maar ja, dan ging die echt scheuren en zo, dus... Hij blijft zo zitten. Dan moet ik zeggen dat ik dat wel een beetje moeilijk vind. Want voor mijn gevoel... Ja. Nou ja, zit gewoon niet goed. Maar het is een beetje het kaartje... Er valt mijn oog dan meteen op. Terwijl het jullie misschien helemaal niet opvalt of zo. Maar het maakt ook allemaal niet zoveel uit natuurlijk. Maar dat zijn dan dingen die ik lastig vind. Ik heb hier ook nog die gouden sequins. Die zaten ook in het Sinterklaaszakje erbij. Dus die wil ik ook gebruiken om verder te decoreren. En ik zocht nog iets van een woordstripje om zo'n zwarte. En ik moet zeggen, nou ik hem terugkijk, had ik het toch best leuk gevonden om hem daar waar hij nu zit te plakken. Alleen ik heb daar uiteindelijk niet voor gekozen. Ik kies er uiteindelijk voor om het nog iets verder aan te kleden met Heidi Swap Color Shine Gold. Dus nou ja, ook prima natuurlijk. Je hebt verschillende opties in scrapbookwereld, gelukkig. En ik vond het wel leuk om dat goud dan ook nog iets meer terug te laten komen. Nou, dan ben ik toe aan het laatste kaartje. Daar heb ik twee foto's van mijn dochter die op het kinderdagverblijf pepernoten aan het pakken is. En ik mat die eerst even op zwart. Omdat het achtergrondje ook al wel vrij druk is. Dan als je dan de foto's op zwart of op wit is dat trouwens ook wel. Als je ze even mat, dan springen ze er iets meer uit.
Dus dat is dan wel een goede tip als je in ieder geval als je een drukke achtergrond hebt. Nou, deze ga ik meteen vastzetten. Want ik ben niet van plan om daar verder nog iets achter te gaan plakken of zo. En ik probeer altijd wel rekening mee te houden met die taperoller. Dat ik niet de tape helemaal naar de randen laat komen. Zeker niet als ik pocketpages heb. Dan maakt het ook niet zoveel uit als het niet helemaal aan alle hoekjes helemaal vast zit. En dan is het juist wel fijn als je de randjes een beetje openlaat. Zodat je ook nog met embellishments. Of volgens mij ga je me dat dadelijk ook bijvoorbeeld zien doen met dit tapje. Die kun je dan nog net een beetje onder de foto schuiven. En nou ja, dat ziet er dan ook wel, vind ik, leuk uit. Maar dan moet je het natuurlijk niet al helemaal tot aan de randen helemaal vastgeplakt hebben. Want dan gaat dat niet meer. Nou, ik ben hier even aan het kijken. Ik vind dat dat geel nog een beetje terug moet komen. Dus die ga ik in ieder geval, nog wat vormen uitponzen. En ik heb dat, dat labeltje. Oh ja, kijk, nou ga ik hem daaronder stoppen. Ja, en dit is echt gewoon voor mij ook een beetje schuiven. Ik moet zeggen dat ik meestal dingen wel vrij snel vast ga zetten. Omdat ik, zeker als het over een 4x6 kaartje heb, gaat, heb ik niet zo heel veel zin om echt uren met een kaartje bezig te zijn. Maar het is wel echt een kwestie van gewoon schuiven en kijken, nou, wat staat waar, wat is leuk. Er zit verder niet echt heel veel logica achter of zo, denk ik. Of misschien ook wel, maar dan gebeurt er ook veel onbewust. Soms vind ik het een beetje lastig met procesvideo's. Zeker omdat ik er nou natuurlijk steeds meer ga maken. Of de laatste tijd steeds meer ga uploaden. Dan heb ik toch ook wel het idee dat ik een beetje dezelfde dingen aan het vertellen ben of zo. Dat ik niet altijd iets nieuws te vertellen heb. Dus mocht jullie vragen hebben of zo, dan laat het me ook gewoon altijd weten. Dan ga ik daar zeker antwoord op geven. Ik heb ook wel een keer, een tijdje terug, toen ik een aantal video's aan het uploaden was, had ik datzelfde idee. Toen heb ik op een gegeven moment een procesvideo en gewoon een liedje ondergezet. Maar daar kreeg ik toch best wel wat reacties op dat jullie dat niet leuk vinden. Dat je het toch wel leuk vindt als er echt iemand aan het vertellen is over de layout. Dus dat blijf ik dan ook gewoon doen. Maar soms is dat even zoeken. Ik ga natuurlijk die uitgeponste vormpjes even een lijntje omheen zetten. Ik plak hier ook zo'n sterretje. Die sterretjes die vind ik wel echt, ja, die zijn wel heel makkelijk en leuk gewoon. Die zijn van Bella Boulevard, Bella BLVD. Die heb ik ook echt in sterretjes en hartjes en in allerlei verschillende kleuren in de webwinkel. En die zijn echt ja, wel lekker puffy, ook niet te puffy, maar wel dat het gewoon lekker een driedimensionaal effect geeft. En het is gewoon super makkelijk om even snel gewoon een kaartje leuk ja, af te maken. Dat kaartje pak ik er nog even bij. Ik vond dat die stipjes nog even terug moesten komen. Want die zitten dus ook in die 12x12 layout. En op dit moment dacht ik volgens mij hier ook dat die er echt naast zou zitten. Maar ja, een beetje ga je die stipjes in de 12x12 layout ook wel zien. Maar ik vond hem ook gewoon nog wel een beetje kaal, het kaartje. Dus ik vond het wel leuk om die nog een beetje, nou ja, verder aan te kleden. Dus dat zie je me hier nog doen. En wat ga ik dan weer doen? Oh ja, ik vind dat daar linksonder ook nog een beetje van het rood terug moet komen. Want anders past die toch niet helemaal, vind ik, bij de rest van de layout. Dus dan denk ik ook nog, heb ik zo'n kleine hartjespons. Even mee aan het kijken wat ik daarmee wil. Uiteindelijk ga ik volgens mij gewoon voor één hartje. En nou moet ik snel zijn, want ook aan het einde van de video mis ik een stukje. Er is echt iets misgegaan met het opnemen. Dus ik ga, er komen daar nog wel wat close-ups hoor. Maar ik ga in ieder geval dit kaartje ook nog even met Heidi Swap Colorshine doen. Maar dat ga je niet helemaal zien, maar dadelijk in de close-up dan wel weer. Kijk, die valt weg, maar hier zie je dus wel het eindresultaat. En ook dat ik dus van dat kaartje de boot had weggehaald en de trein van heb gemaakt. En dat Sinterklaas dit jaar natuurlijk met de trein was gekomen. Nou, voor de rest nog wat close-ups. Ik wil jullie allemaal weer hartelijk bedanken voor het kijken. Geef me een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het leuk vindt. Zou ik in ieder geval heel leuk vinden. Dan weet ik ook dat jullie het leuk vinden. En dan tot de volgende keer maar weer. Doei!